Ja, beste mensen, vandaag ga ik jullie deelgenoot maken van het stiekem drummen. Wat is daar nou het voordeel van? Je hebt namelijk geen drumstel nodig en dan kun je oefenen. Maar dat blijkt niet voor iedereen even makkelijk te zijn. Dus ik ga het even in wat stapjes doen. Ik pak een heel simpel voorbeeldritme, deze. En die ga ik steeds meer richting weg van het drumstel doen. We beginnen met de handen. Je gaat in één keer niet meer met stokken, maar dat doen. Als je eenmaal door hebt, ga je die rechterhand eens een keertje op je rechterbeen doen. Als je eenmaal door hebt, ga je eens je linkerhand op je linkerbeen doen. Vervolgens ga je je voet naast de pedaal doen. Dan hoop je dat je een beetje fijne houten vloer hebt. Dat is alles. En zo kun je eigenlijk elk ritme wat je achter een drumstel hebt gedaan. En andersom ook. Je kan eerst een drumritme ook aanleren door en dan pak je de stok erbij. Zonder door je rug te gaan. En hoe je dat rondje dan houdt, daar moet je een beetje je fantasie gebruiken. Succes ermee. Ik heb stiekem met je gedrumd. Ik hoop dat je het leuk vond.